Er is bij. Het wordt deze week heel erg interessant. Moet je eens kijken. Hoe kan dat nou, hè? Ik vind gewoon een schelpje midden in dit weiland. Kijk, dit is een brievenbus. Nee, je kent hem wel. Daar doe je een brief in. Maar hoe komt hij nou uiteindelijk bij jou thuis? Je kan daarop drukken en dan gaat de slagboom open. Ja. Nou, doe ik net of ik gras ben, hè? Oh, god. Sorry, jij is schrok van die hond. Oei. Oei. Steady, steady. Wat is er? Wij dan. Wat voor commando had je ze gegeven? Ik heb de schapen geen commando gegeven. Ik heb de honden commando gegeven. Oei, zei je? Oei. Wat zei je nou? Oei. Oei. En dat is rechts. Ja, dames, komt u. We gaan even aan de rondleiding beginnen. Kom maar, ja. Dan gaan we even hier op het bankje zitten met z'n allen. Dat is de kastanjeboom. Wat? Dat u dat weet. Dat is geen kastanjeboom, man. Oh, wat is het? Dat weet ik veel. Oh, dat dacht ik. Oh, u loopt erg achter, mevrouw. Als u... Oh, maar eventjes... Ja. Eventjes een stapje. Wat is jouw liefste wens als Sinterklaas? Paard. Een paard? Ze doen niks? Nee. Zo, van veraf lijken ze heel klein, die paarden. Vooruit. 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 Hij weet ook wat het is. Vooruit. Kijk, daar gaat Spikey. Vooruit, links. Vooruit. Rustig. Zo, ik doe niks. Rustig. Ik doe niks. Nee, maar ik zeg het tegen de hol. Oh. Frank, ik ga je even uitleggen hoe de telefoon werkt. Ga gewoon hier zitten. Heel makkelijk. Ja, toch? Heb je ervaring? Ja. Je neemt hem op. Doe maar, neem hem op. Gaat er een telefoon, man? Ja, dat is hallo. Wat zeg je? Moet je zeggen? Wat moet ik zeggen? Doe dat mis. Oh, die hoort niet iemand. Oh, goedemiddag, hallo. Ruig terrein ook, hè? Ja. Ja. Gaat goed, weet je? Ja, gaat. Ja? U wilt ze willen een reservering, ze willen hier slapen. Pennetje. Wordt het alleen maar leuker nu? Het wordt veel leuker. Je moet wel... Kijk, wat is dit nou voor flutpapiertje? Daar kan ik toch geen reservering op schrijven? Sorry, ja mevrouw, mijn collega die is vandaag voor het eerst. Dus waarom duurt het even? Je kan het toch beter meteen op dingen leggen? Nee, maar dat gaat niet, Frank. Waarom niet? Dat krijg je niet voor elkaar. Ik regel even voor jou, want je zit de hele ochtend zit je dit zo te doen. Ja, de hele ochtend ga ik... We gaan even naar de manager. Dag. Oh, kan ik even storen? Zitten jullie in een vergadering? Ja, dan kan ik wel even. Bent u de vestigingsmanager? Ja. Luister, ik loop even met Ben mee. Ik ben een nieuwe collega. Dag. En het kan allemaal wat makkelijker, want je moet het eerst allemaal uitsorteren. Als je dan meteen uitsorteert, meteen zet en op huisnummer legt, postzegel erop, elastiekje erom, ben je veel sneller klaar. Ik zal het even op papiertje zetten voor ik het vanmiddag doorlezen. Ja? Dat werkt veel efficiënter. Dag. Hoeveel je me als bakker, zo überhaupt? Ik vind dat je het goed doet, Frank, maar ik vind wel dat je niet echt geconcentreerd... Hallo? Ja? Ik vind niet dat je echt geconcentreerd op één product bezig bent. Hé, als ik nou pizza roep, gaat hij een pizzaatje halen? Nee. Dat doet hij niet. Een beetje meer naar rechts, een beetje meer naar links. Frank, dit is een regenbroek. Frank, wacht even. Niet over je hoofd, maar gewoon een regenbroek. En down. Hé, maar waar zijn de schapen? Die zijn niet achter me, die lopen... Wat voor commando heb je gegeven? Oh, ik had zoiets van even vrij spel. Even links, rechts. Oh. Ja. Dat had je niet moeten doen. Nou moet ik even zoeken, want nou ben ik de schapen kwam. Nee, die komen zo weer terug. Nee, maar mijn hond is ook weg, hè? Dat kan niet. Die moeten we nu gaan zoeken, Frank. Welke kant op dacht je dat? Ik dacht daar bij die windmolen ergens. Nou, dan moeten we ze toch eerst nog. Ja, laten we ze even zoeken. Ja. Sorry, hè? Want het wordt al bijna donker ook, hè? Ja.